Oké, vandaag hebben we een nieuwe challenge. Eigenlijk heel simpel. Als ik hem überhaupt kan editen nu. Om. Waarom kan ik hem niet editen? En als moet ik het in-game doen? Nee. Oké. Ja. Ik denk dat dit het makkelijkste is. We doen namelijk pre-edits only. Zo. Koon is letterlijk het enige wat dan. Nou, moet de koon sowieso nog doen. Dus ik moet even ergens rustig landen. Heel eerlijk, deze challenge is gegeven door een van mijn subscribers. Mocht je nou zelf een idee hebben om een leuke challenge te doen, laat in de comments achter en misschien doe ik jouw idee wel. En mocht je een video leuk vinden, laat even een like achter, subscribe. En ja, dat. Niemand heeft ook geantwoord, hè? We chillen. Zo, dan heb ik niks normaals. Gewoon rem gaan doen. Maar. Het is al een beetje saai, hè? Ik denk wel echt dat deze challenge heel moeilijk gaat worden. Omdat, ja, zoals we allemaal wel weten, dit een sprayseizoen is. Maar het maakt het niet onmogelijk. Ik heb ook een potje gewonnen zonder te bouwen. Dus, even zonder te bouwen, zonder iets te gebruiken. Of, niks gebruiken. Soms verbaasd word ik echt over mezelf. Niet dat ik zo goed ben, maar weer gewoon van wat voor onzin ik uitkraam. Ik denk wel dat hard push het beste ding is. Ik kan toch geen kogels tegenhouden. Wauw, dat is een easy kill. Dan zo kan ik er terugkomen. Oh, die had de andere ook al gekild. Maar nou, easy, I guess. Dat was scheef. Ik ben zo blij dat ik er meer in zit nu. Lag en een challenge. Ik moet niet vergeten dat ik dat niet kan doen. Oh, dat is wel echt dom. Ik ben zo gewend dat ik naar beneden kan droppen. Oeh, hallo. Oké. Weird, but sure. Dit is zo vervelend. Schrik me rot en het helpt helemaal niks. Doei! Spammen! Oh.
You don't know who you're talking with. Waar is die andere dan? Let's go! Had ik niet mogen winnen. But I don't care. Hoe win ik zulke fights? Hoe win ik het? Oprecht. Ik voel me echt zo'n drone uit season 4. Man. Dit verbaast me ook. Roes. Kijk even serieus, ik kan mezelf niet eens blokken. Maar GG's! Heb je nou een leuk idee? Wil je me zien falen? Wil je me in de spare zien? Of wil je me juist zien slagen? Laat een comment achter met jouw idee. En misschien doe ik het in de volgende video. En voor nu, tot de volgende. Later.